Ja, en straks hoor je alles over de eerste multisensorische interactieve belevingscabine. BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Stel je voor, je ligt op het strand. Het einde van een mooie dag, de krekels chirpen een beetje op de achtergrond. Dat gevoel, hè, dat gevoel van die ene zomervakantie. Stel je voor dat je die ervaring terug kunt halen, nu midden in de winter, in je woonkamer. Vergeet virtual reality en laat ook augmented reality maar zitten. Een Brabants bedrijf gaat ervoor zorgen dat je al die belevingen kunt opslaan om ze later thuis met al je zintuigen nog een keer te beleven. Fred Galstone is eigenaar van Sensix, de bedenker van de, ik zeg het nog één keer, multisensorische interactieve belevingscabine. Perfect. Ja, gelukkig. Het idee ontstond, begreep ik, in een moeilijke fase in je leven toen je een burn-out had. En die doorbrak, die kwam, we horen nog de strandgeluiden, ook op het strand, toch? Ja, dat klopt. Ik was een tijdje geleden een bedrijf begonnen, 11 jaar geleden. Nou, en als dat wel vaker met een bedrijf gaat, in het begin gaat het heel erg goed. En dan word je een beetje overmoedig. En dan, hoog moet comfort en val. Dan gaat het weer heel snel wat minder. En ja, dan komt bij veel ondernemers vaak onvermijdelijk de burn-out opzetten. Veel mensen wel bekend. Nou, ik had het ook. Ik had maandenlang, kon ik mezelf niet meer goed opladen. Ik was moe, ik zat in negatieve denkspiralen. Toen lag ik een keertje op het strand in Scheveningen. En ik voelde dat ik voor het eerst sinds lange tijd weer lekker kon ontspannen. Dus ik vroeg me af, hoe kan dat eigenlijk? Want ik heb 5 zintuigen, ik krijg input. En iets gebeurt er in mijn lichaam en in mijn brein. Mm-hmm. Die het opdracht geeft om te ontspannen en op te laden. Dus ja, toen ben ik een beetje gaan letten op de verschillende stimuli, zeg maar. Dus ik had zonlicht, het geluid van de branding. Een soort ritme, zeg maar, wat op kan zetten. Het briesje van de wind. Wat groezemoes op de achtergrond. De zoutgeur. En ook een vlaggenmast met een in de wind. En ik hoorde het touwtje van die vlaggenmast. Dat hoor je pingen. En dat was eigenlijk een ritme. En toen bedacht ik van zoiets moet je toch kunnen nabootsen eigenlijk. En dat was eigenlijk het idee van de belevingscabine. Ja, en nou hebben we zo'n belevingscabine. Dat idee hebben we nu. En als ik daarin ga zitten, wat zie ik dan? Zit daar bijvoorbeeld een scherm in, speakers, een waaier? Hoe ziet dat eruit? Ja, het is gewoon een cabine met allerlei verschillende stimuli. Waaronder dus kleurlicht, witlicht, wind, geur is aanwezig, sound. Je kunt hem eventueel met VR-bril opzetten. En dan kun je eigenlijk een echte concrete beleving ondersteunen. Alleen dan multisensorisch. En zie ik dan ook letterlijk een strand? Of gaat het meer om licht, wat ik dan om dat gevoel op te wekken? Ja, als je die virtuality-bril erbij opzet, dan zit je echt op het strand. Maar dat heb je niet echt nodig voor de totaalbeleving. Het is eigenlijk nog wel beter zelfs om niet echt een concreet perspectief te hebben. Zodat je eigenlijk alle zintuigen een beetje de vrije loop kunt laten gaan. En dan gebeurt er van alles in je oerbrein, zullen we maar zeggen. Het gaat echt om dat gevoel opwekken. Dat moeten we doen eigenlijk. Ja, het gaat vooral om het multisensorische aspect. Omdat bijvoorbeeld geur staat voor herinnering. Als je iets beleeft, dan heb je, krijg je allerlei input vanuit al je zintuigen. En je mm-hmm. je brein moet daar iets van maken. Die gaat daar een soort realiteit van brouwen. Nou maakt mijn brein natuurlijk een heel andere realiteit dan die van jou. Hoe zit dat? Ja, dat is eigenlijk het leuke. Het is, zoals ik net zei, geur is bijvoorbeeld herinnering. Stel als je een positieve ervaring hebt met een rozen. Je hebt een keer van een geliefde een bosje rozen gekregen. Of je bent een keer in een rozentruik gevallen. Dat kan het best wel wat zijn. Hele goede herinnering aan. Ja, precies. Dat je de geur van rozen wel of niet prettig vindt. Ja. Dus het is altijd wel persoonsgebonden. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook het leuke. Dat je dus voor iedereen weer, die kan daar zelf mee aan de slag. Dus dat is eigenlijk het. Want er komt dan een soort Spotify voor ervaringen eigenlijk. Toch is dat een soort menu eigenlijk waar ik dan bijvoorbeeld strandbelevenis of rozenstruik voor kan kiezen? Ja, het leuke is, het is eigenlijk de cabine. Dat noemen we de Sensory Reality Pod. We hebben de productcategorie Sensory Reality bedacht naast Virtual Reality. Virtual Reality, dat is alleen beeld en geluid. Sensory Reality, dat zijn alle zintuigen. Nou, wij hebben de kast gemaakt. Hij is multisensorisch, dus alle zintuigen kunnen aangesproken worden in een totaalbeleving.
Hij is ook interactief, dus hij kan je hartslag, huidgeleiding, hersengolven kan die uitmeten. En dus de cabine weet ook hoe je je voelt en kan erop inspelen met bepaalde voorstellen. Mm-hmm. Maar je kunt ook de beleving weer aanpassen door bijvoorbeeld je hartslag te reguleren door middel van ademhalings- of concentratieoefeningen. Ja, ja. En dan reageert dus die pot, die reageert op hoe mijn hartslag naar beneden of naar boven gaat. Ja, hij weet hoe je voelt. Hij heeft een beetje biometrics en kan dat weer vertalen in beelden en geluiden. Maar in de basis is het vooral een belevingscabine die jou in verschillende staten kan brengen, zeg maar. Ja, want we hebben het nu over ontspanning en die kant. Maar stel dat ik in een raceauto zit of in een achtbaan en ik wil die ervaring delen met vrienden, dan zou dat kunnen, hè? Hoe werkt dat? Ja, dat is eigenlijk wel ook iets waar we niet te veel... Ja, het kan wel knallen, zeg maar. We hebben wel hele heftige ervaringen gemaakt voor bijvoorbeeld PTSD-toepassingen. Ja, dus posttraumatische stress, militairen bijvoorbeeld. Ja, en dan krijg je echt de oorlogssituaties die wel heel heftig zijn, omdat ze dus vooral multisensorisch zijn. Want op het moment als je alleen iets ziet en hoort, ja, dan gebeurt er wat. Maar als je een totaalbeleving creëert, dan gelooft je brein echt dat je er zit. En dan gaat het echt dezelfde triggers. En dat is redelijk heftig. Mm-hmm. Maar in de basis was natuurlijk het idee om de natuur na te kunnen bootsen, wat een soort multisensorische symfonie brengt, waardoor je als organisme ook ontspant en tot rust komt en weer ook weer in balans komt. Maar in het geval van dus traumaverwerking, dan zou je dus ook juist een hele vervelende ervaring op deze manier terug kunnen brengen, bijvoorbeeld voor militairen, om zo ze te helpen in die verwerking? Is dat... Dat is het idee, omdat je een trauma moet je in eerste instantie herbeleven voordat je er iets aan kunt doen. Mm-hmm. En we zijn daar... we zijn daar met Radboud bijvoorbeeld, hebben een samenwerking afgesloten. Waarin we de komende maanden echt onder professioneel, met professionele experts op gebied van stressverwerking, mindfulness, traumaverwerking, dementie, autisme, daarmee aan de slag gaan. Om te kijken hoe je die zintuigen kunt activeren, op bepaalde kanten op. Heb je daar al voorbeelden van gezien hoe dat dan gaat? Zijn daar heftige reacties op? Het is redelijk vers, zeg maar. We hebben net een maand geleden het product gelanceerd. Mm-hmm. We hebben er nu één gemaakt, zeg maar. Ja. En er zijn er nu 5 in de maak. Dus de komende 5 tot 6 weken hebben we er weer 5. Echt in die testfase eigenlijk. Echt een ook, beetje in de start-up fase. Maar dat komt mij wel gelijk dan op mijn laatste, misschien wel belangrijkste vraag. Hoe lang duurt het nog voordat ik zo'n pot in mijn woonkamer kan zetten? We kunnen hem redelijk snel produceren. Want we hebben alles met een CNC-frees kunnen we de hele cabine maken op maat. Dat doen we hier in Delft. Dat is een soort 3D-printen van duurzame plaatmaterialen. Mm-hmm. En het duurt ons ongeveer 4-5 weken om een kast te produceren en af te leveren. Dus het kan snel. Mooi, dus nog deze winter, tijdens de kou, straks misschien een Elfstedentocht. En dan kan ik dus in mijn woonkamer op dat strand liggen en die warmte nog een keer voelen. Ja, maar je kunt ook zelf de belevingen maken en sharen met anderen die die vervolgens weer kunnen downloaden en reviewen. Dus het wordt een soort nieuwe Instagram, alleen dan met belevingen. Met alles eigenlijk. Ja. Dank Fred Galstuin, eigenaar van Sensix. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.